Ik ben geboren in 1986. Ik was 3 toen de Berlijnse muur viel. 5 toen Duitsland zich herenigde. 6 toen we in het verdrag van Maastricht afspraken dat we een monetaire unie zouden gaan vormen. En ik was 9 toen 7000 jongens en mannen in Srebrenica vermoord werden. Je zou kunnen zeggen dat ik van na de geschiedenis ben. En toch is het juist mijn generatie, zijn wij het geweest, die in Groot-Brittannië massaal voor het blijven van Groot-Brittannië in de Europese Unie hebben gestemd. De reden waarom, het blijft zoeken, maar als ik het zou moeten duiden, misschien dat mijn generatie wel de generatie is die nog de meeste tijd voor zich heeft liggen, in plaats van achter haar. En dat we snappen dat als je een goede toekomst wil bouwen voor jezelf en voor je kinderen, dat je beter kan samenwerken. En dat je dat in Europees verband zal moeten doen. Meneer Pechtold, we hebben 3 interrupties met elkaar afgesproken. U bent er doorheen. Mijn tijd. Heeft mijn generatie niet leren tellen. Je mag 1 vraagje stellen, maar dat geldt ook voor degene die doorheen... Het is namelijk wel een serieuze vraag, want de heer Klaver en ik zijn het denk ik inhoudelijk op dit punt wel eens. Maar wat ik het gevaar vind om nu te zeggen, jongeren tegenover ouderen, dat is precies waar het dadelijk misgaat. Als de jongeren namelijk in Groot-Brittannië net zo opgekomen waren als de ouderen, was het een remain geworden. Dus je kan ook zeggen, die jongeren hadden gewoon moeten komen dan. Voorzitter, ik wil voorkomen dat dit iets wordt tussen jong en oud, stad en platteland, hoog en laag opgeleid. Als die sfeer overslaat naar Nederland, denk ik dat we verder weg zijn. En dat vergeef ik de heer Klaver in al zijn jeugd. De heer Klaver. Voor een oude bok is dat mooi gesproken. En ik zou willen zeggen, als we meppen kan ik terugmeppen. Maar als ik de eerstvolgende zin zou ik tegen collega Pechtold willen zeggen, die ik wilde uitspreken, was dat het van belang is dat we niet de verschillen opzoeken tussen de generaties, maar ook zien in wat ons verbindt. En dat het inderdaad mijn generatie is geweest, waar jullie maar gaan stemmen, zou ik willen zeggen. En dat het vooral zaak is om nu te kijken wat zijn de zorgen die zowel die oude generatie als die jongere generatie, de mensen die zich pro-Europees noemen en die zich eurosceptisch noemen, wat zijn de zorgen die mensen allemaal hebben? En hoe kunnen we daar recht aan doen? Ik denk namelijk dat we met alle generaties delen, en welke afkomst je ook hebt, dat we ons zorgen maken over dat we in Europa wel het vrij verkeer van personen hebben geregeld, maar er niet in zijn geslaagd om werknemersrechten goed te beschermen. En dat we wel een interne markt hebben en dat we blij zijn dat als je een mooi product hier in Nederland verzint, dat je dat in heel Europa kan verkopen. Maar dat ze zijn vergeten ervoor te zorgen dat grote multinationals belasting betalen en dat we belastingontwijking aanpakken. Dat we blij zijn dat omdat we één munt hebben, de euro, dat er economische afspraken worden gemaakt, maar dat die afspraken niet verder kunnen gaan dan bezuinigen. En dat we niet nadenken over hoe kunnen we investeren in onze toekomst. En ja, we zijn blij dat er open binnengrenzen zijn, want het is makkelijk om je te verplaatsen en op vakantie te gaan. Maar we gaan niet goed om met de grote groepen vluchtelingen die hier nu naartoe komen. Het is een halfbakken Europa. Het debat wat ik met de heer Roemer had, het is een Europa van markt en munt en dat delen we. Het gaat niet om mensen. En dat is nou precies waarom we ervoor moeten zorgen dat we de Europese Unie versterken. Dat we ervoor zorgen dat al die asociale krachten die aan het werk zijn, dat we die weten te temperen. En daarvoor moeten we zorgen dat we de Europese Unie hervormen. En dat zit hem niet zo in zoiets simpels als de Europese Commissie afschaffen. En ook, ik wil ook minder commissarissen, maar dat is niet de crux. We moeten ervoor zorgen dat iedereen gaat profiteren van globalisering, van vooruitgang, van Europese samenwerking. En dat is nu niet het geval. Want hoe vaak hebben wij hier het inderdaad, zoals de heer Zijlstra zei, over zo'n macrocijfer. In Nederland hebben mensen 2500 euro, zijn we er allemaal op vooruit gegaan, gemiddeld. Maar vertel dat maar tegen iemand die 50 plus is ontslagen of die zijn baan heeft zien ingenomen worden door iemand uit Oost-Europa. En die zijn inkomen met de helft naar beneden heeft gegaan. Die heeft niet die 2500 euro erbij gekregen. We moeten ervoor zorgen dat globalisering voor iedereen gaat werken. Dat is een van de redenen waarom ik me zo hartstochtelijk verzet tegen belastingontwijking. Waarom ik ongelijkheid een van de grote problemen van deze tijd vind. Als wij er niet in slagen om globalisering voor iedereen te laten werken, dan keren mensen Europa, internationale samenwerking, globalisering, terug toe. En dat mag niet. Voorzitter, we kijken naar een economistisch Europa. En dat moet stoppen. Het is het Europa van Cameron en Farage. Het is het Europa van Rutte en Wilders. En afgelopen vrijdag was ik me kapot geschrokken.
Je wist dat het kon gebeuren, maar ik had het me nooit voor mogelijk gehouden hoe het zou moeten zijn dat de Britten er echt uit zouden stappen. En toch deden ze het. Vrijdag was een schok en nu is het maandag. Nu gaan we verder. We kunnen het ook als een kans zien, zou ik bijna willen zeggen. Want het Europa waar we nu in leven is een Europa wat de Britten altijd hebben gewild. Niet te veel bijzaken, niet te veel sociale zaken regelen. Laten we het houden bij die interne markt. En als we echt willen dat die EU niet faalt. En als we echt willen dat internationale samenwerking een kans krijgt. Als we echt willen dat globalisering voor iedereen gaat werken. Dan moeten we breken met zo'n economistisch Europa. Werken aan een sociaal Europa. Een Europa dat voor de toekomst kiest. En dat zou ik tegen mijn collega's willen zeggen. Ook de linkerzijde. Dan moeten we durven kiezen voor een nieuw Europa en niet voor minder Europa. Dank u wel.